Vandaag zijn we uitgenodigd door AV de Sprinter. Wij gaan hier een kleine korte loop doen en bijkomstig, het heet ook de Meppeler Muggenloop. Heel geinig. Wij gaan even op zoek naar de start. Ik heb de plek gevonden waar je het startnummer op kan halen. Wij gaan dus even naar binnen en kijken of die erbij zit. We zijn aangekomen waar we ons startnummertje krijgen en we gaan dus even kijken welk het wordt. Meneer Rossing, 9167. 9167, wij gaan hem even bevestigen en wij zien elkaar bij de start. Nou, we zijn bij de start. We gaan eerst één ronde over de baan en daarna gaan we het industrieterrein van Meppel op. Jongens, volg maar lekker mee. En ik denk dat ik deze binnen één keer ga lopen, want ik hoorde dat ze geen drinkpasje hadden. Ik zeg, tot straks. Dit is Lennep. Ben jij ook, hè? Ik ook. Ik hoop een half uur, hè? En ook deze groep is weg. Een mooi auto dan op de vijf.
you're fine, but I can see right through. You're holding your secrets for way too long. This can't keep going on. With every lie, they keep on hurting you. Getting away with everything they do. This can't keep going on. Oh, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. Do this together. No, you're not alone in this. No, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. Running with the lions, lions. Thank you.
En daar zijn we, jongens. Bijna over de finish. Klein sprintje. In 27 minuten moet te doen zijn. Net over de 27 minuten, jongens. Komt die dan? Ah. Yes. Dank u wel. Nou, we hebben de medaille om. Wij gaan nu op naar de afsluiting. Jodel. Dat was dan de Meppeler Muggenloop. Een heel klein rondje van 5 kilometer dwars door het industrieterrein van Meppel heen en weer terug op het veld van AV De Sprinter. Ja, het was een leuke loop. Het was zelfs ietsje groter dan ik had verwacht. Ik dacht van mannetje of 30, maar ja, we waren wel flink wat meer dan 100 man. Hartstikke leuk. Wat ook leuk is trouwens, en wat ik nog niet heb kunnen zeggen in deze video, is eventjes subscriben, jongens. Like deze video en druk op het belletje. En dan kunnen jullie nog een aantal hele leuke loopjes zien. Voor de zomer. Want volgende week zaterdag hebben wij de 38e Drenthe Loopfestijn. Onder in de beschrijving zie je ook een linkje staan. Klik erop, schrijf je in. Er zijn nog heel veel mensen nodig. Ik loop hier weer gewoon de 10 kilometer, zoals ik wel vaker doe. Maar ik moet zeggen, deze 5 kilometer beviel mij wel fantastisch. Ik denk dat ik na de zomer weer wat vaker de 5 kilometer ga doen. Na de 38e loopfestijn, 2 dagen later zelfs, ga ik het looprondje Koekangen weer doen. Volgens mij heb ik die ook al 2 keer gedaan. Maar ja, hij is goed bevallen. Dus ja, we gaan hem weer doen. 10 kilometer dit keer ook. Nou moet ik even spieken, want daarna, ja hoor, de zondag daarop, dat is alweer 4 juni, gaan we meedoen met de Meppel City Run. Dit wordt een behoorlijk lange, bijna 13 kilometer, de zogeheten 8 mijl, dwars door Meppel heen. En ik geloof dat het 2 rondjes zijn. Maar dat zien we dan wel weer. Wat hebben we dan? Nou, daarna gaan we de zondag daarop dwars door Groningen. Dwars door Groningen is een stadsloop die dwars door de stad Groningen heen gaat. Ook 10 kilometer en wij zullen daar heel wat mooie dingen zien. En dan als allerlaatste, dus nog 5 runs vanaf nu, als allerlaatste gaan we meedoen met de TT City Run Assen. Dit begint op het TT-circuit in Assen en daarna gaan we de stad in. Ja, en aan het eind van de stad komen we natuurlijk vast wel een heel lekker kroegje tegen, wat wij met deze loopjes niet veel hebben. Dus wij halen het kroegje maar in huis. Wat hebben ze voor ons meegebracht vandaag? Eens even kijken. Nou, dit lusten wij altijd wel. Een lekker grolsje. Maar dit is een limited edition. Een grols blond. Ik zal hem jullie even wat beter laten zien. Kijk maar eens even op de hals. Dit is een heerlijk blond biertje van Grols. Even kijken of er nog wat moois op staat. Water, gerstemout en hop. Het zal vast wel smaken. Nou jongens, wat wij gaan doen. Wij plappen hem even open. En ik heb niet eens een aansteker nodig. En we gaan hem eens even proeven. Het eerste biertje dat gewoon echt weer plopte. Heerlijk. Oh ja, dit is een hartstikke lekker blond biertje. Een heerlijk rustig biertje. 6,7%, maar het proeft als 4%. Hartstikke lekker. Nou, wij gaan er ook heerlijk van genieten. Jongens, ik zeg tegen jullie, geniet van deze week. Geniet van het weekend. En geniet van het leven. En tot zaterdag op het 38e Drenthe Loopfestijn. Eventjes inschrijven, jongens. Even inschrijven. Ze hebben het nodig. Proost!